Ik vertel het verhaal over alles. Over een land tussen droom en werkelijkheid. Verbinding tussen mens en dier. Die staan voor veiligheid en geborgenheid. Mensfiguren vliegen moeiteloos door de lucht. Vrijheid en het loslaten van problemen symboliserend. Maar bovenal het alledaagse en aardse ontstijgen. Dit probeer ik onder andere te bereiken door vaste regels in de schilderkunst los te laten. Zoals perspectief, diepte, grote dieren, kleine mensen, vogels die zwemmen en vissen die vliegen. Mensen die door de lucht lopen of op een dak zitten. De werkelijke wereld gehuld in een droomwereld. Ik droomde de wereld, maar was wakker. Hoe overlapt de droom de werkelijkheid en raakt daarmee verweven? Ieder mens heeft immers zijn eigen werkelijkheid en droom. Mijn werkelijkheid en droom zijn de uwe niet, vertellen een heel ander verhaal. Kijk naar het kleine en ervaar de grootsheid van alles. Alles vertelt het verhaal van de eeuwige kringloop. Lente, zomer, herfst en winter. Baby, puber, volwassene, ouderdom en tenslotte de dood. Dit alles probeer ik te vangen in een schilderij. Zo tracht ik dat wat mij raakt zichtbaar te maken, zodat degene die er naar kijkt zich met mijn geheime wereld kan verbinden. MUZIEK.